Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Creative Collects. Mijn naam is Max. Ik ben Alice. Wij gaan vandaag de derde video maken. En de laatste daarmee. En de laatste. Van de Pikachu V-case van Shining Fates die wij nog hebben. Ja. Maar wat we nog niet hebben is die Shiny Charizard V-Max waar we nog naar op zoek zijn. Ja. Dus ik hoop heel erg dat die in een van deze twee boxen zit. Alice heeft haar pakjes er al uitgehaald. Ja. Voordat we eraan beginnen. Ik heb het heel erg druk op werk de laatste tijd. Hartstikke leuk. Maar dat betekent wel dat ik misschien niet meer elke week een video kan uploaden. En ik geloof dat wanneer ik deze video upload, ik echt iets van 125 video's onafgebroken elke week heb geüpload. Wat echt super cool is. Ja. Maar ik denk dat ik wat minder video's ga maken. En dan probeer ik er wat betere, leukere video's van te maken. Ja. Helemaal goed. Yes. Het wordt leuk. Ik ben heel erg trots op jullie 320 subscribers absoluut. Die ik tot nu toe heb verzameld wanneer ik dit film. En sommige van jullie, die heb ik gisteren nog gezien wanneer ik dit film. Op de spelmiddag in Rijnsburg bij de Oranje Vereniging, de Reachop en de Voorhof. Daar heb ik met sommige van jullie Pokémon gespeeld en jullie uitgelegd hoe het spel werkt. Dat was ook echt hartstikke leuk. En ik hoop dat ik dat soort dingen vaker mag doen in person. Dus niet via de video, maar gewoon met jullie. Dat gezegd hebbende, wil ik vandaag wel pakjes gaan openmaken, want dat is het belangrijkste. Ja, dat is het belangrijkste. Dus ik ga deze open scheuren en dan kijk wat erin zit. Vergeet ook niet, als je deze content leuk vindt, om te liken, subscriben, alle YouTube dingen doen. En alle Instagram dingen doen. Ja. En als je het ook leuk vindt om een comment te plaatsen, ik vind het in ieder geval heel leuk om die te lezen. En ik verloot nog wat leuke dingetjes onder de mensen die onder mijn afgelopen video's comment hebben geplaatst. Geldt dat ook voor mij? Ja, want jij plaatst ook trouw altijd een comment onder al mijn video's. Nee, maar het zou oneerlijk zijn. Ik ga de pack selection laten zien die in mijn doos zat. Ik heb 3 keer Toxtricity. Ik denk dat we dezelfde pack art hebben, want ik heb ook inderdaad 3 keer Toxtricity en Corviknight. Wow, dat is echt wel bijzonder. Dus dat is wel grappig. Dan bewaar ik mijn Corviknight als laatste. Oké. Hij begint. Ik begin met deze Toxtricity. Zet hem op. De card trick van Shining Fates is 4. Ja. Moet weer even wennen, want de laatste tijd heb ik heel veel Scarlet Violet, Paldea Evolved en natuurlijk de nieuwste set Obsidian Flames, die nog niet uit is. Kijk mijn vorige video als je al een preview wil van de kaarten die daarin zitten. Daar is de card trick, de achterste naar voren. Hier is het nog 4. Eerste guest die energy van vandaag. Ik zeg Lightning. Oeh, oh, vuur. Is het een teken? Ik hoop het wel. Het, hoe cool zou het zijn gewoon in de laatste box, het eerste pakje, gewoon vlammen. Ik denk wel dat dit voorlopig de laatste Shining Fates is die ik ga openen. Binnenkort komt er weer een nieuwe speciale set aan, Pokémon 151. Ik weet nog niet, ik heb daar nog niks van besteld. Ik hoop dat het nog in de winkels ligt tegen de tijd. Ik ga wat sneller door deze kaarten, want deze hebben we inmiddels echt al 100 miljoen keer gezien. Ik heb ze ook echt heel vaak dubbel. Eevee, however, wel leuk. Pokémon natuurlijk. Koufant, Keknia, en dan zijn we denk ik al bij de reverse aangekomen. Nog niet, ik was te vroeg. Het is een reverse Floatzel. Dat is op zich wel oké, I guess. En de rare is een, een Greedent V. Eerste pakje meteen een ultra rare, daar ben ik wel heel blij mee. Mijn first pack magic. Ik zeg water. Ik ook. Hoe doen we dit? We zijn nu allebei. Ja. Cramorant, Team Yeltsin, Twacky, Buizel, Rowlet, Trapinch, Snom, Grookey en nog een Grookey en een Boss's Order. Op zich wel een goede speelbare kaart, dat wel. Maar niet als goed is, dit weekend, wanneer ik dit upload, begint het wereldkampioenschap in Yokohama, Japan. Dat had ik heel graag ingewild, maar daar moet je allemaal punten voor verdienen en ik heb niet zoveel Pokémon gespeeld. Maar heel veel succes aan de mensen die wel helemaal naar Japan zijn voor het wereldkampioenschap. Ja. Het is natuurlijk wel echt tof dat dat georganiseerd wordt. En het is voor het eerst volgens mij van Pokémon International nu in Japan. Voorheen was het altijd in Europa, Amerika. Mm. Vuur. Nog een keer. Psychic. Oeh, het is darkness. Al die twankies die jij net had, die deden mij denken aan de anime. Wij zijn nu de laatste afleveringen aan het kijken die nog met Ash zijn. Voordat hij met pensioen gaat. Klinkt heel raar, Ash met pensioen. Ik had net ook een Eevee en een Koufant.
Oh, een Lapras. Heel even dacht ik dat het een Charizard was. Maar het is een V-shiny Pokémon. Ik denk Pokemon. Dat wel duidelijk de pools bij jou in de box zitten. Maar dat is helemaal goed. Ja, tot nu toe is het al best wel een goede box. Ja, inderdaad. En deze hadden we nog niet, toch? Nee, denk het niet. Als ik hem nog niet had, dan monteer ik hem zo tjoep tjoep in de mapstop. En een Decidueye Holo. Ja, dus we zijn inderdaad met de laatste afleveringen begonnen voor dat arme Ash. Ja. Is nu eigenlijk technisch gezien al met pensioen. Ja. Ik vind het tot nu toe een hele leuke serie. Ik kijk wel een beetje met gemengde gevoelens naar de laatste paar afleveringen. Dat ik denk van, oh ja, het is nu eigenlijk bijna echt zover. Ik denk dat ik... Ik was 6. Ik ben nu 30, dus kan je nagaan hoe lang het eigenlijk voor... Echt, meerdere generaties. Maar er is ook weer een nieuwe generatie die klaar staat natuurlijk. We krijgen Liko en Roy. Ja. Die nemen de spreekwoordelijke fakkel over van Ash. Ik zeg fighting. Gras. Oeh, water. En volgens mij hebben we wel Gym Trainer, Team Yeltal, Floatzel, Cacnea, Koffing, Snom, Castiflur. Oh, Toxtricity V-Max. Uit een Toxtricity pakje. Yeah. Heel nice. En een... Dreadnought. Non holo rare. Maar die deze is wel echt V-Max heel cool. Is wel heel cool. En very shiny. Ik denk wel dat we deze al hadden, weet ik niet zeker. Nou, kan me deze kaart niet herinneren. Heel mooi uitgesneden overigens. Het is wel echt een hele goede die jij hier hebt. Net als de Lapras ook niet hoor. We komen steeds dichter bij die Charizard, heb ik het gevoel. Ja, ik had wel tegen Max gezegd, als we hem wederom weer die poelen, dan ga ik hem gewoon kopen. Dan tast ik gewoon even diep het bouwdeltje in, maar dan koop ik hem. Hebben wij zoveel geld aan deze set uitgegeven, dat we alle kaarten hadden kunnen kopen. Makkelijk. Ja, misschien. Maar dat maar is niet zo leuk inderdaad als poelen natuurlijk. Gras. Psychic. Oeh, fighting. Ik zat er eentje naast. Rusted Die sheet. Heb je ook heel vaak al gehad. Ja, ik heb deze echt heel veel. Nicket. Een Bezel Shinx. Oeh, een Koffing. Die vind ik op zich wel leuk. En oh, Rusted Sword is de reverse. Dus geen kan shiny. Kan niet altijd. Maar wel een... Oh, Volcanion. Non holo rare. Is dit het keerpunt in mijn geluk? Ik hoop het niet. Nou ja, mag het. Je hebt al twee goede kaarten. Er komt ook een anime. Een animatie over de Pokémon Trading Card Game. Dat volgt dan een meisje die bij haar lokale Pokémon Club gaat. En dan gaan ze met kaarten tegen elkaar spelen. Maar dan op tv. Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Metaal. Psychic. Oh, gras. Nu was het grappig. Ik zit er steeds even naast. Rusted Shield. Eldragos. Dartrix. Koffing. Morpeko. Chewtle. Rowlet. Trapinch. Oh, een amazing rare. Een Reshiram. En een... Frostmoth Holo. Frostmoth was heel lang een hele gewilde, sterke Pokémon. Vanwege de Ice Dance ability die erop staat. Dat was voor waterdex heel erg belangrijk. Shining Fates, mijn laatste pakje. Corviknight. Ik heb toch minder met de 9e generatie Pokémon. Ik vind de 8e generatie stiekem iets cooler. Maar dat kan ook komen omdat ik daar natuurlijk weer opnieuw ben begonnen met verzamelen. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Mijn laatste pakje, ik zeg gewoon weer Lightning. Psychic, 3 keer scheepsrecht, maar helaas. Dan wordt het straks 4 keer. Weer iedere keer. Nou, dit is zo. Eldegoss is hetzelfde pakje. Koffie. Oh, jeetje. Oh, nee, dat is al Horsie, dat is de eerste keer dat we die zien. Ik had het zeggen, die hebben we nog niet zo vaak gezien. Groekie. Morpeko. Er zijn 2 Morpeko's in deze. Ja, klopt. Spinnerak, maar dit is wel dezelfde volgens mij. En een. Ah, Manaphy. En mijn laatste rare is een. Oh, Cramorant V. Ik heb wel 3 Ultra Rares, jongens, vandaag. Jij mag echt niet klagen. Gewoon sowieso niet. Dit was misschien wel de beste box van alle 3 van de alle 3. Ja, dat denk ik wel zeker. Ook als hier wat in zit, zelfs al zou hier niks in zitten, dan alsnog was deze inderdaad sowieso de betere van de Maar van Charizard de en je wint. Ja, sowieso. Maar ja, goed. Dan moet hij wel tevoorschijn komen. Ik denk dat hij gewoon een beetje pleinvrees heeft. Ja, zou het. Wat heb ik nog niet gezegd? Darkness. Psychic. Dat betekent dat jij gewonnen hebt. Scheepsrecht. Hey, Rusted Sword. Gym Trainer. Swacky. Nicket. Bijzel. Shinx. Koffer. Oh, en een Grimmsnarl V-Shiny. Jij hebt wel echt
Ik denk dat jij gewonnen hebt. Jij hebt meer shinies. En de Indeedee Ho-Oh. Nice. Helaas, geen Charizard. Maar nee. Wauw, mensen. Kijk eens wat een pools uit deze twee boxen. Ja, dat is echt sick. Niet verkeerd. Nee. En vergeet ook niet dat je natuurlijk in elke box die leuke Pikachu V promo krijgt. Dan zijn er wel een aantal Pikachu V promo kaarten in de Sword and Shield blok geweest. However, ik vind dit wel een van de betere. Ja, pak jij het eventjes voor elkaar. Zo. Hoppakee. We zitten nu wel door elkaar, die van Alice en mijzelf. Maar dat zijn onze pakjes. Cramorant V, Lapras V Shiny, Greedent V, Grimmsnow V Shiny. Volgens mij heb ik deze laatste geruild met iemand, dat is niet gehoeven. Dat is eigenlijk altijd zo. Reshiram, Amazing Mirror, met de Amazing Blaze aanval. En de Toxtricity V-Max. Waarschijnlijk de meest zeldzame kaart van deze. Alhoewel ik Grimmsnow ook wel heel cool vind, hoor. Ja, hij is wel heel vet. Ja. Want Grimmsnow is natuurlijk normaal zwart groen. En groen. En nu is die soort van paars en wit. Er zijn sommige Pokémon Shinies die veranderen bijna niet. Dan worden ze gewoon een iets donkerdere of een iets lichtere kleur. Dat is helemaal niet zo fancy. Maar... of sommige krijgen echt een super lelijke kleur. Dat vind ik vooral bij Vaporeon. Die is natuurlijk mooi blauw. En dan wordt het paars. Oh ja, ja, ja. Er zijn gewoon bepaalde kleuren. Of Espeon wordt lelijk groen. Ja. Maar ik vind Espeon op zich nogal cool. Nee. Het is geen... mooie kleur groen. Maar nee. Hij verandert tenminste wel echt van kleur. Dus je ziet wel dat het een shiny is. Ja, oké. In dat opzicht wel alleen... Maar de coolste shiny is denk ik... Psyduck, want die verandert in lichtblauw. Sylveon, want die verandert van roze naar blauw. Oh, die wordt ook blauw natuurlijk. Ja, die wordt blauw. Ja. Die is ook wel heel leuk. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik ben op zoek naar de kaartjes die... Alice heeft er al eentje gevonden. En ik heb hier ook nog een codekaartje. Shining Fates. Het zijn wel kaarten die je niet meer kan spelen in de TCG Live nu in standaard formaat. Komt ook weer een rotatie aan, want wereldkampioenschap staat op het punt te beginnen. En rond het wereldkampioenschap verwisselen ze altijd. Toch? Ja. Maar dat betekent niet dat je ze niet kan verzamelen in je online account. Dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Sowieso, als je wil leren Pokémon spelen, die Pokémon TCG Live app is niet een fantastische app, maar hij is wel gratis. Dus je kan hem op je telefoon, op je iPad, je computer, overal waar je wil, kan je dan spelen en dan leggen ze de game voor je uit. Dus dat is wel heel erg tof van Pokémon, dat ze dat gewoon gratis beschikbaar maken. Mm-hmm. Het is wel in het Engels. En vraag aan je ouders of je op het internet mag. Maar als je deze video kijkt, dan zit dat wel goed. Nee, je weet het niet. En dan beloof ik dus nog niet wanneer. Misschien volgende week. Misschien later. Maar dan zie ik jullie in ieder geval terug in de volgende video. Doei. Tot ziens.